Ja, waar moet je nou beginnen in dat hele verhaal? Slot en AZ en Feyenoord. Ja, die dikke advocaat, die zei op een gegeven moment, ik stop ermee aan het einde van het seizoen. Ja, en dan begrijp ik die Frank Arnezen wel. Want die raakt in paniek. Die denkt, ik moet die Slot hebben. Want die weet ook, Arnezen, dat Ajax, ja, die zit er natuurlijk ook als een bok op die havenkist. En die willen ook Slot hebben. Dus hij denkt, ik moet haast maken. Dat dacht Arnezen. Heel snel die Slot bellen en afspreken. Dat is er natuurlijk gebeurd. En Slot, die krijgt dat telefoontje. En die denkt, ho, Feyenoord. Ja, want nu heeft iedereen zoiets van, ah, dat moet die Slot niet doen. Want dan gaat hij een stap omlaag. Want AZ is beter nu dan Feyenoord. Ja, maar dat vind ik natuurlijk helemaal niks. Zeker met mijn Feyenoord hart. Hou even op, zeg. Feyenoord is en blijft, ook al voetballen ze op dit moment werkelijk op het allerlaagste niveau. Het is niet om aan te zien. Ik geef het onmiddellijk toe. Maar Feyenoord is en blijft een grote club. En als Feyenoord belt, dan zeg je geen nee. Punt. En dat heeft die Slot heel goed begrepen. Dus die ging luisteren. Die denkt eens even horen wat Arnezen allemaal te vertellen heeft. En dan komt het punt dat ik even niet begrijp. Waarom lekt dat uit? Ha! Ja, wat is dat nou? Kan dat niet gewoon in het geniep? Kan dat niet gewoon in het geheim? Nee, dat lukt de voetballerij kennelijk niet meer. Want alles ligt gelijk op straat. En dan krijg je zo'n reactie van AZ. Die dan zeggen van, ja maar, jij bent al aan het praten met Feyenoord. En dan gooien we jou eruit. Dom. De reactie van een provinciaal clubje. Ja, want eerder dit seizoen waren ze ook al aan het vervelen bij AZ. Toen gingen ze achter de rug om van Ajax naar de UEFA en noem het allemaal maar op. Ja, en nu blijken ze weer een provincieclubje te zijn. Want had nou gewoon AZ, had nou gewoon slim gedaan en had die Slot gehouden. Want die Slot, die had zich gewoon helemaal uit de naad gewerkt. Die had zijn stinkende best gedaan om goed te finishen met AZ. Reken maar, dat had hij gewild. En nu krijgt hij die hele kans niet eens. Want jullie zijn dan zogenaamd beledigd. En ook onze trainer moet de focus vasthouden. En dan flikker je gewoon een hele goede trainer eruit. Ja, midden in het seizoen. Woehoe, wiwi, wawa, zijn we gek daar in Alkmaar? Inderdaad. En dan hebben we nog één dingetje over. En dat is natuurlijk, wij Feyenoorders, wij zijn blij, want wij krijgen een goede trainer. Feyenoorders, gefeliciteerd met Arne Slot.